Welkom bij weer een nieuwe aflevering van CNC Automation Talk. Dit keer staan we voor een heel andere machine dan andere afleveringen langs een Platinum frontloader. En we gaan het ook hebben over draaibankautomatisering. Heb je een vraag, stel hem in de chat. En dan kunnen we gelijk je vraag op het einde van deze video even in de Q&A beantwoorden. Ja, welkom bij BMO Automation. We zijn weer terug. Vandaag weer met Frank Biemans. Frank, kom er even bij. Goedemiddag. Frank, hallo. We houden weer afstand. Frank, deze keer gaat het over draaibanken. Misschien een hele stomme vraag. Wat is een draaibank? Ja, een draaibank is een machine waarbij waar je het product ronddraait. En waar je met een stilstaand gereedschap, meestal de basis is een stilstaand gereedschap, eigenlijk het product bewerkt. Oké, en de volgende vraag, wat is een draaibankautomatisering? Wat is het verschil? Kun je hier eens over uitleggen, want dit is een frontloader, dit is een draaibankautomatisering. Ja, nou, dit is een frontloader draaibankautomatisering. Dus het is eigenlijk uit onze Platinum serie. En de Platinum serie zegt eigenlijk van oké, de basis van de Platinum serie is producthandling. Met de mogelijkheid om ook nog opspanningen te wisselen in de machine. Om zo eigenlijk verschillende producten, een mix van producten door elkaar te draaien. Nou, dat doen we hier ook. Hetzelfde ladersysteem als een Platinum serie. Dus we hebben hier ook weer gaat het om productbelading in in de spanmiddel zetten in de machine. Waarbij je dan spanmiddel nog kan wisselen. En hier zie je nog het verschil. Eigenlijk een verschil. We hebben hier een ander type laden in zetten. We kunnen hier namelijk propvormige, flensvormige producten beladen. Maar we kunnen hier ook, als je hier kan zien, kun je asvormige producten beladen. Oké, ik pak even de camera erbij, dat we het iets duidelijker kunnen zien. Ja. Nou, de basis van dit systeem is dus hier de standaard rasterplaten zoals we die kennen bij onze Platinum serie. Waar we eigenlijk producten, ronde producten in een hoek zetten en omhoog kunnen steken. Dat is de basis van het systeem. Nou, dit systeem hier is nog uitgebreid met een assenmodule. En zoals ik al eerder verteld heb bij BMO, is de insteltijd heel erg belangrijk voor ons. Dus we willen heel snel omschakelen tussen flensvormige producten en asvormige producten. Dat kan ik ook even demonstreren hier. Waarbij toevallig goed uitkomt dat deze microfoon ook rond is. Dan kan ik hem mooi hier eventjes... We gaan even de microfoon beladen. Ja, dat kan ook. Ja, wat zien we nou, Frank? Ik geef je even deze microfoon zo. Ja, pak hem even. Ja, pak hem erbij. Want wat ga je nou doen? Nee, ik heb hier een omkeerlader, zoals we dat noemen. En dan hebben we aan deze zijde hebben we eigenlijk een flexibel systeem waarbij we dit in kunnen richten voor het type as wat je hebt. Zet je er zo in. Dus je kunt gewoon de lengte bepalen, de breedte, de dikte, dat is allemaal oké. En ik kan heel snel van assen naar producten. Ja. En dan draai je heel makkelijk gewoon het product om. En nu heb je weer hetzelfde als hier beneden. En nu heb ik weer gewoon een standaard assenraster. Of een standaard flensraster eigenlijk, zeg maar. Ja, precies. Dus hier kan ik mijn flens opzetten, draai ik hem om, krijg ik dit en dan kan ik er assen in leggen. Oké, dus je bent eigenlijk heel flexibel. Alles voor steltijd, insteltijd. Geef zo min mogelijk insteltijd om vervolgens je nieuwe product te draaien. Oké. Duidelijk. Dan zet ik de camera weer even... Nou, we kunnen misschien eventjes nog verder lopen. Oké, ja zeker. Het is mooi om te laten zien aan deze cel. Deze heeft namelijk... We hebben hier gekozen voor een afscherming met een lichtscherm. Dus je kunt vaak op verschillende manieren kun je de machine afschermen. En hier hebben we gekozen voor een lichtscherm. Nou, waarom een lichtscherm in dit geval? Nou, dat is eigenlijk omdat dat de meest compacte manier is van een automatisering. Op het moment dat we hier een vloerscanner hadden toegepast...
wat ook mogelijk is. Hè. We kunnen kiezen of we schermen het iets verder af met hekwerk, met een lichtscherm. Of we zetten hier een vloerscanner neer. Maar als we dat gedaan hadden, dan zou die afstand zo groot moeten zijn dat we eigenlijk hier niet meer kunnen werken. Aan deze kant. Dus hier kun je dan al niet meer werken, omdat je heel dat gebied moet scannen. Nu kunnen we hier een wagentje langs zetten zonder, en de robot kan gewoon doordraaien. Dus ja. Is een compactere versie. Dat is zoals we hem hier uitgevoerd hebben. Uiteraard hebben we hier ook weer een automatisch instellende grijper. Om de steltijd te reduceren. Dus geen grijperbekjes instellen. En op zo'n manier hebben we een robotcel waar we flexibel zijn in productvorm. Flensvormig of asvormig. En een hele korte insteltijd hebben. Oké, okay, duidelijk Frank. Je noemde net al een lichtscherm en een vloerscanner. Waarom is bij een frontloader of bij een vloerscanner nodig? Misschien een heel domme vraag weer, maar waarom is dat belangrijk? Nou goed, het is dat is natuurlijk niet per se nodig. Je kan hier natuurlijk ook kiezen om de kast helemaal dicht te bouwen. Maar als je overdag met die machine staat te werken en je moet deurtje open, deurtje dicht, ja, kiezen wij vaak toch voor dat de operator prettiger staat te werken, niet het gevoel heeft dat hij in de kooi staat. Zo open en zo transparant mogelijk, is ook wat je aan de zijkant ziet. En met een lichtscherm eigenlijk het laatste stukje doen afschermen. Voor de veiligheid. Oké, heel duidelijk. Wat kun je nog meer over deze cel vertellen? Want ik zie dat er ook een andere aanvoer is. Ja, deze draaibank in dit geval is die ook voorzien van een stafaanvoer. Dus waarbij je de staven hierin kan voeren. En dan heb je eventueel nog de mogelijkheid, als je kritische producten hebt, of als normaal pakt natuurlijk je partcatcher het product eruit, gooit hij in een bakje. Komt dat wat kritischer met producten, kun je zeggen van nou oké, ik wil met mijn stafaanvoer aanvoeren. En vervolgens neemt mijn robot het product uit. Mijn robot neemt het product uit de machine, uit de hoofdspindel of de subspindel. En legt hem vervolgens terug in de tray. Waardoor dat je eigenlijk heel het product netjes neer kan leggen. En geen kans op beschadigingen en andere zaken. Oké, je kunt heel flexibel weer je robot gebruiken om het product uit te laden, in te laden. Ja. En het stafaanvoer is meer voor de precisie dan? Nou, kijk, als je een relatief wat kleiner product hebt, is het natuurlijk veel sneller om aan te voeren met een stafaanvoer. En daarbij hoef je niet te zagen. Dus je hoeft je product niet eerst in stukjes te zagen en in je raster te leggen. Nee, je kan het mooi met een staf aanvoeren. Dat gaat natuurlijk maar tot een bepaalde diameter, waarbij wat mogelijker is, wat door je hoofdspel heen past. Ga je daarboven, zul je het product in moeten zetten. En als je eronder hebt, dan is het natuurlijk, je spaart één bewerking. Dus je kunt een lange staaf in de stafaanvoer zetten. Komt in kleine stukjes eruit. En je hebt het voordeel dat de robot het uit kan nemen, waardoor de kans op beschadiging kleiner is. Maar ook het volume wat je kan doen groter is. Want vaak is een parkcatcher maar een klein bakje. Er kunnen 20, 50 productjes in. Nou goed, hier kunnen we natuurlijk veel verder gaan. Oké, en hoe, dat is ook heel makkelijk in de software in te stellen. Want je moet natuurlijk alleen maar de unload job instellen. Ja, precies. Je kunt heel eenvoudig door op dezelfde manier als we normaal gewend zijn. Stel je job in door een aantal parameters in te geven. Hoe groot het product is, hoe diep je hem op wil pakken. Uit welke spindel je hem op wil pakken. Dat geef je aan. En dan zeg je eigenlijk gewoon, materiaal wordt aangevoerd door de stafaanvoer. Dat is één vinkje extra en dan doet hij dat op die manier. Ja. Een ander onderdeel wat we steeds erin willen gaan houden is Automation of the Week. Waarbij we een automatisering laten zien die we geautomatiseerd hebben en daar een verhaal over vertellen. Ja. En deze keer is dat ook weer een draaibank. Dit keer van Okuma, een Multus U3000. Ja. Kun je ons daar iets meer over vertellen? Dat kan. Kunnen we nog een filmpje laten zien van deze robot? Kunnen we hem ook werkend laten zien? Laten we dat eerst doen. Goed idee. We hebben al een korte video van hem werkend wat je uitgelegd hebt. Laten we zien. We'll be right back.
Ja, Frank, we hebben net de robot die we even toegelicht hebben, hebben we in werking gezien. Wil je daar nog iets aan toevoegen, wat we zojuist gezien hebben? Nee, eigenlijk niet. Nee, dan is het heel duidelijk. Ja, heb je een vraag hierover, stel ze in de chat of neem achteraf contact met ons op. Dat kan allemaal. Laten we doorgaan met Automation of the Week. Jullie zien het hier op jullie scherm voor jullie. Een Okuma Multis U3000. En er is ook een draaibank. Zoals we kunnen zien als we het deurtje in één keer open toveren. Ja, wat we hier zien is inderdaad een draaibank. Een main subspindle. En ja, we hadden het al eerder over high mix, high volume. En hoge mix, dan heb je dus ook verschillende formaten van producten. Ja. En Frank, kan je hier iets meer over uitleggen? Ik kan u wel iets over vertellen, want het is namelijk geen draaibank dit. Het is een multitasking machine. Daar kun je op draaien. Oh, daar kun je op draaien. Dit is een multitask machine. Oké. Okay. Ja. Nou goed, dit is een multitasking machine met hoofdspindel, subspindel en onderturret. Waarbij we eigenlijk ook weer de combinatie doen van productbelading en opspanmiddelbelading. Hier wisselen we de spantangen uit op deze machine. En dat kunnen we zowel op de hoofd- als op de subspindel doen. Oké, okay, maar je hebt daar een aparte grijper voor nodig om dat te doen. Ja, dat in dit geval hebben we hier gekozen voor een Heinboek-spansysteem. Dat kun je eigenlijk met een speciale grijper kun je dat uit de spindels halen. Ja. Dan pakken we de spantangen mee op. Die zijn allemaal opgeslagen in het robotsysteem. En die zetten we dan met die grijper in de spindel. Okay, en dan kunnen we op de hoofd- en subspindel wisselen, waardoor dat je eigenlijk je product compleet klaar kan maken in één keer. We kunnen dat even laten zien. Ik heb het volgens mij niet op deze machine, maar wel op een demo-opstelling. Hier kun je zien hoe de robot dat product in een gesimuleerde spindel, in dit geval, inzet en ook uithaalt. En heeft hij die subspindel of heeft hij de spantang dan gewisseld, dan koppelt hij een andere grijper aan. En dan kan hij het product gaan beladen. Oké, okay, en hier zien we het ontladen ervan, want je kunt wisselen. Dus je kunt meerdere diameters met een andere spantang beladen. Ja. Dus klopt. Hier heb je weer high mix, high volume, maar dan op een draaibank. Ja, inderdaad. Oké, okay, okay, heel mooi. Dan kijk ik even of er vragen zijn. En er is een vraag. Kan men ook spantang verwisselen met die robot? Ja, dat hebben we net laten zien. Dus ik denk dat die vraag binnenkwam voordat wij de uitleg hebben gegeven. Ja, precies. Ik hoop dat dit het antwoord is. Ik hoop het ook. Ja, draaibanken, misschien moeten we vaker erover vertellen. Misschien voor een volgende keer. Ik zie dat er geen verdere vragen zijn binnengekomen. Ik denk dat we afsluiten dan hiermee. Oké. Okay. Ja? Dankjewel. Frank, nogmaals bedankt dat je weer erbij was. En iedereen, ja, heb je nog vragen? Onderin in de description staat ons telefoonnummer, mailadres. Stel ze gerust. Ja, prettig weekend en blijf gezond. Let goed op jezelf. Tot ziens. Volgende week.